Nou, ze staan terecht vrij hoog. Dat is natuurlijk wel het nodige aan te merken. Maar laat ik beginnen met de positieve dingen. Van maandag tot en met donderdag voel ik mij hier welkom. Dan heb ik altijd een plek. Aan de leestafel. Maar op vrijdag en zaterdag en zondag komen hier mensen die anders nooit komen. Feestje van het bedrijf. Ja, die hebben dan voorrang, want die verteren meer met een twinteren. Dan ik in mijn eentje op kan. Dat is natuurlijk logisch, dat is een rekensom. Een handel is handel. Maar wat is uw verdere vraag? Ja, wat u er dan van vindt, u zei net terecht. Maar kunt u dan nog wat meer positieve punten noemen? Nou nee, ja. Het is een hele mooie, inderdaad, dat stond ook in de beoordeling, een vrouwelijke bediening. Met een female touch. En ik denk dat dat toch voornamelijk komt door Patrick. Die een hele vrouwelijke, voor mij althans aangename vrouwelijke sfeer uitstraalt. Maar dan heb je natuurlijk nog wel, ja, als je het dan vergelijkt met een paar cafés. Er stonden in die lijst van 100 nog 6 andere cafés die je kent. 1 in Groningen en de rest in Amsterdam. Dan zeg ik, ja, met alle respect, en ze doen het ontzettend goed. Het is natuurlijk wel een namaak bruin café, want het bestaat pas 10 of 15 jaar. In Amsterdam zijn de cafés, die noemen de Oosterling, die staat geloof ik nummer 83 of 92. Ja, die bestaat wel 300 jaar. En de Engelse Reet, die geloof ik uitgevallen is, of we er net in staan, ja, die bestaat 120 jaar. En er zijn cafés die bestaan echt heel lang. Maar ik vind wel dat ze het goed doen. Mij interesseert totaal niet die 67 soorten bier. Ik drink nooit bier. Maar ze hebben oude jenever. En dat weten ze ook. Ik was gewoon een van de eerste bezoekers. Dus dat weten ze nu wel. Als ik ga, dan komen ze met die goede fles aan en een glaasje. Alleen wat weer heel vervelend is. Nu hebben ze al 3 keer van glaasjes verwisseld. Eerst van dun beneden naar dik van boven. Toen was het weer andersom. Maar ik heb een afspraak gemaakt dat ik binnenkort hier mijn eigen glaasjes mee kan nemen. En ook zelf kan inschenken. Tot aan de top. Maar het blijft een mooi café. Omdat ik het gevoel heb dat ik hier welkom ben. He? En dit is nog een café waar een krant ligt. Het is weliswaar alleen maar de stand hoor. Maar goed, omdat ik het gevoel heb dat de mensen mij aardig vinden. Wat ik eigenlijk wel ben, maar ook weer helemaal juist niet. Maar ja, ze vinden het wel leuk dat ik hier ben. En dan heb je het gevoel, nou ja, ik herhaal me, ik ben hier welkom. Heb je dan nog een mooie boodschap voor Alice, de eigenares? Ja, een kleine wisseling van de kleine hapjes. En ook alsjeblieft weer op de kaart, of niet op de kaart, maar in ieder geval dat ik het op mijn schotel krijg. Ouderwetse, harde, ordinaire leverworst. Dat is meer een opdracht, maar ik bedoel een mooie boodschap als in van een felicitatie voor Alice. Heeft u dat ook nog? Ja, dat is natuurlijk ABC gaat door. Al is het maar voor mij. Doe het voor mij. Dat ik hier op mijn 90ste nog welkom ben. Ga alsjeblieft door. En niet alleen voor mij, voor vele anderen.